Ja. Hallo. Ja, die is opgekomen. Ik doe mijn auto weg. Ja, wat wil je weten? De auto is goed. Hij kost maar 285 euro. Er zit keuring op, er zitten nieuwe banden op. Zijn nieuwe remblok opgezet, vorig jaar zijn twee nieuwe aandrijfschroefjes erop gekomen. Ik doe hem weg, omdat ik een andere auto heb gekocht. En waar ik woon, wordt gezegd over twee auto's. Niet over honden die hun behoefte doen op de stoep, maar wel over als je twee auto's hebt. En daarom gaat hij weg. Maar kun je me later terugbellen? Dan maken we een afspraak. Dan kunnen we vanmorgen afspreken. Kun je komen kijken? Ik kan rijden. Ik neem mijn lamp mee. Je mag er van onderen bekijken. Is goed, ja. Stuur me een mail. Dan beantwoord ik die later. Want ik ben pas vanavond thuis. Ja, ik wacht op, ik heb er geen haast mee voor die prijs, dus nee, tot later dan. Tot later. Hoi, hoi. Hoi. Maar om terug te komen op Bernhard, heb je wel schilderijen van Hitler gezien? Ja, maar ik was er al gemaakt. Dit zijn de nazi's geweest, en zijn gevlucht naar de Arama. Ja. Die hebben hun eigen volksmensen dan behaald. Maar als ik dan kijk. Die Willem de Zwijger was niet goed. Mm-hmm. Die twee waren racisten, waren nazi's, landsverraders. En die zitten dan tot nu toe zaten die de hele tijd in het Koningshuis. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft een vrouw uit Argentinië gepakt. Een Sovjeta. Want die vader die heeft mensen op een vliegtuig gezet, die hebben ze sneetjes in de benen gemaakt en zo de oceaan in gegooid. Ja, ja. En dan doet hij nu net zo van: ik was een sigaretje droog, weet van niks. En weet je wat helemaal grappig is? Dat de grootvader van Maxima, Bernhard, in 1943 trof en de voorouders van haar komen uit hetzelfde dorp als Herman van Liebert, zo'n Westerveld, hetzelfde dorp. En daarom gaat Willem-Alexander dood binnenkort, want Maxima is hetzelfde goed, want hij is heel dom. Hij maakt heel veel fouten. 5 minuten van tevoren moeten ze zeggen, je moet dit zeggen, want hij is echt dom. Kan hij ook niks aan doen, maar hij is echt heel dom. En als je de schilderijen van Hitler ziet, die van die kon schilderen. Duitsland was na de Eerste Wereldoorlog failliet. In de jaren 30 konden ze wegen gaan leggen, fabrieken bouwen. Door de familie Rothschild, de familie Bush, etc. Raketgeleerders, de V1's en de V2's op Londen, die zijn naar Amerika gegaan. Bernhard vloog de nazi's naar Argentinië en Amerika. In Florida heb je een staat, staat ze allemaal bij elkaar, prachtige villa's. En daar gaat ook Van Acht naartoe en zo. En is van niet. Ja, het is een bedrijf, maar het is geen geloof. Nee, het is echt een bedrijf. Jij en ik hebben een lichte kleur, hè? Je kan ons worden als je in Indonesië een bepaalde wijk loopt. Loop je met de baard, ben je voor een toch een christen. Geen moslim, alleen omdat je blank bent. Ja. En ik heb een relatie gehad met gelovige vrouwen. Ik heb iets met geloof, hè? Dus ik ben een kind van jou. Je bent mijn grote liefde, Martin. Die zijn bij anderen van om een kind te maken. Ik hou zo van je. Ik zei, joh, maak het niks uit, want voor lol staat in jouw roos. Staat ze met een vent op Facebook. Nu voor jou, maar over 10 minuten houdt ze op die andere opgekomen. Ik zei, je hoeft ook niet terug te komen. Ja, dat is niet eens als je zo wat meemaakt. Maar nu nog goed, weet je dat het er al is? Die staat achter de zon. Met een reserveplaneet. Want ons universum heeft ooit eens een catastrofe meegemaakt, ja. Ja. En daar is jouw planeet geïmplodeerd. En daardoor werd de maan, Mars, de zon en de aarde en Nibiru geraakt. Die van Nibiru, van Mars en de maan, die moesten naar de aarde komen om goud te zijn aan de aarde om hun atmosfeer te kunnen herstellen. Maar dat lukte niet, want onze aardbol was te klein en we te weinig goud. En omdat wij vroeger via die portalen, die stonehenges, konden wij naar de Orion, naar Pleiaden, overal konden wij naartoe. En wij communiceerden met alle intelligente levensvormen. En er is toen een catastrofe heeft er plaatsgevonden, waardoor we zo'n artikel hebben. Op de Noordpool dus, zo'n ijsplaat ligt,
Mm-hmm. Onder die ijsplaat, daar komen nu op YouTube, zie je het, zie je piramides, je ziet hele steden op te bekijken. Ja, ze vinden mammoeten. Die staan recht op in het ijs met tropische bladeren in de mond. Dus je kunt je voorstellen, dat is iets geweest. Waardoor het team zo in één kap zo bevroren. De meeste mensen denken niet. Dus want binnenkort zitten wij in een hele andere fase. Wat je nu meemaakt, hè. Ja. De cyclus over de aarde, hè, dat die niet klopt. Dat wij worden aangevallen, eigenlijk, in de crisis, maar die